leek wel carnaval vrijdagavond in de aankomsthal van vliegbasis Eindhoven. Enkele honderden familieleden en vrienden hadden zich verzameld om hun helden te verwelkomen, die na een half jaar terugkeerden van een missie in Afghanistan. Onder de ruim 200 militairen ook generaal Tom Middendorp, de commandant van legerplaats Oorschot, die afgelopen half jaar het bevel voerde over de troepen in Oeruzgan. Een bewogen periode, want op de dag dat hij het bevel overnam, werden 21 Afghaanse agenten gedood bij een zelfmoordaanslag. Ja, dat was wel een start met een knal, zou je kunnen zeggen. Dus 's morgens vingen wij nog een zelfmoordaanslag. Iemand die een zelfmoordaanslag wilde plegen, die hebben wij gevangen genomen. Ze waren heel trots van, nou, dat is een mooi begin. En tijdens de overdracht was er een zelfmoordaanslag in Tarinkaut, de hoofdstad van Oeruzgan. En er kwamen 21 agenten om het leven. En in die week kwamen ook de raketten op ons kamp binnen. Dus we hadden echt een vliegende start om erin te komen. Maar gelukkig hebben we daar binnen een paar weken goed grip op kunnen krijgen. En na twee maanden, helaas nadat Asdin Chatli om het leven kwam, is er ook een einde gekomen aan die raketaanslagen. Omdat wij het gebied zijn ingegaan waar die raketten vandaan kwamen. En dat gebied hebben we ook niet meer losgelaten. Middendorp is trots op het werk dat de militairen de afgelopen jaren hebben verricht. 2 jaar geleden zat ik er ook. En het is gewoon verbazingwekkend wat een verschil er is. Als ze toen de poort uitgingen, dan werd je al bijna beschoten bij de uitgang. En nu kan je door hele gebieden heen rijden die gewoon veel veiliger zijn geworden. En nu zie je in Tarinkaut een hele gloed van licht 's avonds over de stad heen. Je ziet de bazaar opgloeien, er is een bank geopend, er is GSM-netwerk is geopend, er civiele vluchten zijn gekomen. Dus er is aan alle kanten zie je ontwikkeling. En dat is toch wel een beloning voor het harde werk wat we hebben gedaan. De families waren vooral blij hun geliefde eindelijk weer in de armen te kunnen sluiten. APPLAUS